Guys, Simrace vrienden, welkom. We hebben beeld. Gran Turismo speelt. Pedalen zijn aangesloten, stuur is aangesloten. Stoel staat geïnstalleerd. Alleen die shifter adapter plate van vorige episode, ja, die is nog altijd niet geleverd. Ik heb ook nog eens nagevraagd. Kunnen geen garanties geven. Dat kan dat er volgende week is, dat kan dat er volgende maand is. Maar zolang dat ik die manual shifter niet heb, kan ik nog altijd hier lekker flipperen met de pedals. Ik ben sinds gisteren ook effectief beginnen racen. Ik heb al enkele online races geshared, live gebroadcast. Verschrikkelijk slecht. Echt twee keer had er eigenlijk niet veel van gebakken, maar ik wil die toch delen. Ik moet wel zeggen, ik ben zonder traction control aan het rijden om het mezelf dan weer moeilijk te maken. Ik heb ondertussen ook al wijze lessen geleerd van jullie door in de comments. Onder andere, zet je linkervoet gewoon op de rem, niet op die embrayage. Dat is niet nodig als je peddelt. En ook rij met je sokken in plaats van met schoenen. Dus allemaal tips die ik al heb meegenomen die effectief ook een verschil maken op mijn race kwaliteit. Hier cable management, daar ben ik nog aan bezig. Ik heb hier een HDMI kabel, een stroomkabel, optioneel om een iets snellere internetverbinding te hebben. Ook nog eens een data en een ethernetkabel, die heb ik nu even weggehaald. Het staat hier op wifi te draaien. Ja, dan stuur heeft stroom nodig. Pedalen zijn verbonden aan het stuur, stuur is verbonden aan de PlayStation, PlayStation is verbonden aan het scherm. Later ga ik hier in die holtes, ik heb dat nu al een beetje gedaan, ga ik al die kabels doorvoeren in die holtes en er dan iets over plakken zodanig dat die allemaal weg zijn. Wat moet er nog gebeuren? Uiteraard, dit moet nog lager komen. Ik moet de rig nog afstellen, dus hij is nu compleet, maar hij is nog niet echt ergonomisch verantwoord. Pedalen staan nog niet echt goed, stuur kan nog ietsje beter, scherm moet vooral lager. Het scherm is nu veel kleiner geworden dan wat ik initieel had voorzien. Maar omdat het ook een pak dichterbij staat, stoort het niet echt. Misschien ga ik ooit nog naar een 30 inch. Dit is een MSI 27 inch. E-sports gaming monitor. MSI, zeer tevreden van. Mooi design. Heel helder scherm. Heel goede refresh rate. En vanaf ik alles hier heb afgesteld, ga ik ook al die eindtips hier op die eindjes er nog op plaatsen. Dan gaat die rig nog iets mooier zijn. Al die chrome gedeeltes met de blootliggende boutjes, daar komen nog van die zwarte eindjes op. Ik heb ook de PlayStation vastgemaakt aan de monitor. Weet je nog, die fout geleverde shifter bracket, die Fanatec bracket. Ik heb die gebruikt, ik heb die achteraan hier op die bar geplaatst en daar hangt de PlayStation nu gewoon aan. Zodanig dat je eigenlijk alles bij de hand hebt. Hier nog een één stroomkabel moet eraan komen, zodanig dat je heel die rig kan meenemen. Eén stekker insteken, verbinden met de wifi en dan ben je aan het racen. Eén onhandig tikkie wel. Ik moet nog altijd een tweede controller bij aansluiten, puur om mijn headphones in te steken. Ik heb hier geen geluid op die monitor. Ik heb ook geen soundbar, dus ik ben nog aan het zoeken naar de optimale geluidsoplossing. Beeld ben ik al heel tevreden van. En vanaf de shifter bracket binnen is om mijn TA8A Trustmaster shifter op te plaatsen en de rig echt volledig compleet is, dan ga ik nog eens een uitgebreide review maken met een overzicht van ieder stuk, alles wat ik gekocht heb, de prijs erbij, waar je het kan bestellen. En mijn ervaringen na hopelijk wat meer races. Dus vanaf nu ga ik live broadcasten. Volg gerust mee, geef comments op wat ik beter kan doen. Er gaan zeker dingen zijn die ik beter kan doen. En dan zie ik jullie terug op een volgende episode. We gaan ook weer auto's testen. Ik heb net met de Audi RS Q3 Sportback mogen rijden. Er komt nog een veel dikkere Audi aan. Er komt ook een hele, hele dikke AMG aan. Komt nog een Italiaans merk met een paardje aan. Komt nog een Engels merk met vleugeltjes aan. Hele boeiende autotests in het verschiet. Ik zie jullie hopelijk daar terug. En bedankt om te kijken. Next time. Bye.